Welkom bij Champetable Gaming. We gaan verder met in FIFA 15 kijken naar tenues. En we gaan vandaag Scandinavië doen, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Dus laten we beginnen met Alesund. En dat ziet er best wel aardig uit. Ik vind de kleuren wel mooi. Ja, best wel oké. Bodo Glimt. Oké. Beetje saai, maar ziet er wel oké uit. Weer een bro. Wat saaier. Lillestrøm. Nee, dat is niet echt mooi. Molde. Is wel oké, maar weer saai. Odd Grenseland. Hoe het ook heet. Saai thuis nu. Beter uit nu, maar ja, ook niet echt. Dat is niet echt speciaal. Rosenborg heeft altijd hetzelfde saai tenues. Vindt uittenue op zich wel wat hebben? Zit ook een beetje goud in? Ik vind het uittenue eigenlijk wel mooi. Dat is nu. Nou, ik vind het eigenlijk best wel mooi. Sandnes Ulf. Dat is nu wel oké. Uittenue wat saai. Sarpsborg. Nee. Dat is nu vind ik niet mooi. Uittenue beter, maar ook niet echt. Ook niet speciaal. Bran. Ja, Bran heeft wel mooie tenues. Ja, dat ziet er wel goed uit. Vooral thuis nu. Sokndal. Ja, dat ziet er heel saai uit. Weer Umbro. Umbro doet altijd saaie dingen. Stabak. Dit vind ik een mooi thuis nu. Ja, thuis nu is heel mooi. Weer van Adidas natuurlijk. Umbro. Start. Ik zie niet zo hoe dat thuis nu past met het logo, maar oké. Ik vind het wel aardig thuis nu. Strums Cutset. Nee, dat ziet er niet echt mooi uit. Oeh, Vålerenga. Oh, als Portsmouth dit tenue had van Adidas gewoon. Oeh, oh, dat zou zo fijn zijn geweest. Dit ziet er mooi uit. I like it. Viking? Nee, dat ziet er weer wat saaier uit. Oké, dat was het eerste land. Dan gaan we nu naar Zweden. Zweden. De twee na laatste aflevering is dit trouwens. Alessons. Ja, wel mooi thuis nu. En een aardig uit nu. Op de een of andere manier hebben veel Zweedse clubs een classic kit. Vraag me niet waarom. Ed Vidabergs. Nee, dat ziet er wel minder uit. Hekken. Ja. Wat saai. Bromma Poikarma. Ook wat saai. Djurgårdens. Gardens. Ja, wel mooi. Ja, mooi tenue. Van Djurgårdens. Gardens. Ziet er wel goed uit. Ook nog Classic Kit. Weer Adidas natuurlijk. Ugh. Iets te veel reclame. Nee, het ziet er niet helemaal uit. Scheffelen. Saai natuurlijk weer van Umbro. Halmstad. Ook weer te veel reclame. Het ziet er niet fantastisch uit. Dit ziet er beter uit van Puma. Maar weer een beetje saai. Elfsborg, ook niet echt mooi. Göteborg. Uitenu. Ja, oké. Ziet er een beetje saai uit, maar wel oké. Norrköping. Ja. Kalmar. Allemaal zo saai. Malmö. Oké, dat ziet er beter uit. Natuurlijk een wat betere ploeg en meestal betere tenues. Ik vind de uittenue vooral wel mooi. Thuis nu vind ik de kleuren mooi. Dus ja, Malmö is wel goed. Mjällby, minder. Ja, al die reclame zeg. Rebro, ook heel saai. Oké, dat was het. Het wordt een korte aflevering. Vooral omdat het ja, een beetje aan de saaie kant is. We gaan naar Denemarken. Aalborg.
Dat tweede tenue. Dat vind ik mooi. Ik vind thuis tenue ook wel aardig. Maar tweede tenue vind ik heel mooi. Weer Adidas natuurlijk. Brøndby. Eigenlijk. Ik vind thuis tenue wel mooi. Thuis tenue vind ik ook wel oké. Van Hummel, dat gebeurt ook niet vaak. SPR weer dat uit te nu, hè. Het is ongelooflijk. Thuis nu, ja, saai. Ja, dit vind ik al mooi. Ik vind dat uit te nu mooi. Weer van Adidas. Het is ongelooflijk. Ik ben gewoon Adidas freak geworden op de een of andere manier. Ik vind het er gewoon echt. Ik vind het er gewoon mooi uitzien. Dat design van Adidas is gewoon. Is gewoon mooi. Dit vind ik al minder. Ja, dat gaat hem niet worden. Nordjylland. Dat thuis nu vind ik al mooi eigenlijk. Uit de nu wel minder. Maar ik vind. Ja, thuis nu wel mooi. Vestjeland. Dat ziet er wat saaier uit. Hobro. Geen idee hoe het allemaal uitspreekt, maar. Ik doe mijn best. Nee, vind ik ook niet echt mooi. Odense, wat beter, maar ook wat saai. Randers. Silkeborg. Ja. Allemaal niet mooi. Dit is mooi. Ja, dit ziet er wel mooi uit. Zowel thuis als uit de nu. Ik vind thuis nu misschien iets mooier, maar. Ja, uit de nu mag er ook zijn. Oké, dat was het al. 7 minuten duurde deze aflevering. Dat is absoluut de kortste. De volgende aflevering gaan we naar. Gaan we kijken naar Polen, Rusland, Turkije en nog wat overige die over zijn gebleven gewoon. En in de laatste aflevering gaan we nog kijken naar de internationale teams. Dus. Tot de volgende keer en ja, tot dan.